En ze zijn vertrokken. Vier rondes lopen. In totaal zijn het 25 starters. Wegen over heel België afkomstig. Dat wordt natuurlijk veel verstandig. Met het Belgisch kampioenschap dat al ontsteekt. 15 uur van start. Kom maar, hè, hup! Voilà, ze zijn allemaal binnen. Alle fietsen, nog één meisje hier. En dan zijn alle fietsen ook niet gevonden. Doe maar, jongens. Doe maar, Vermeeren. Kom aan, Daniel! Kom op, het ja, dan eet het toe rustig, hè. Recupereren even en als je het voelt dat gaat. Niet te veel te beginnen, hè? Goed zo, jongens, goed zo. Hey, goed zo. Goed, we zijn er. Niet te veel, hè? Kom al, hè? Nog één meisje hier en dan zijn alle fietsen uit die wisselzone uit. Zo even Vermeeren. Kom, Stijn, kom, wel goed, hè. Kom. Drie meisjes aan de start.
Goed, Niel, Jan doseren, hè. Zie je dat je nog niet over strek met lopen, hè. Ook kijken naar de eerste meisjes. Mooie tuur, jongen, come on. Ja, en hier hebben we onze eerste meisje. Jana de Wolf aan de leiding bij de meisjes. En we zijn er al die hier de wisselbaar schoenen, zoals bij de afspraak die we straks goed werk zien. Om steeds 13 uur hebben we eerst de Kota staan met ook nog een aardig deel in het veld met ondertussen kennen ze het parcours wel.
Gooien zegt men en pot gemaakt. Maar onze Geelse atleten die gaan naar Duaco. En dan spreken we over Henk Duaco. Laat Stijn concentreren op die gast voor u. Kom aan, hop, goed. Voor u kijken, niet achter u. Ja, hij hoopt nog heel goed stand op de bovenwijk. Oh ja, nee, ja. Die staat toch op sommige vloog iets lastiger, vooral hier. In het bos hebben die mannen misschien weer iets meer voordeel. En op een straks van 10, 11 graden. Ja, dat is ja, die is er nog steeds. Noordmaas op de 3. En hier is onze leider weer in de wedstrijd. En hij kijkt dus achterop, niks te zien daar. Ja, dat zijn al heel klappers hier. Stijn geeft er een serieuze lap op. Ja, dat zijn al heel kleppers hier, de Stijn, de Geerper. Ginter in de verte. Hier onze vierde man in wedstrijd en dat was de Kilian. Streekatleten aan de start en dat is altijd leuk dat zo'n evenement geapprecieerd wordt. En dat kunnen we van Reti en Arnold en Dessel van deze kant wel zeggen. Als er hier iets georganiseerd wordt, dan zijn de mensen allemaal enthousiast. Zo ook tijdens
de triathlon die georganiseerd wordt in juni. Ook al is heel veel volk aanwezig. Zowel starters als... Onze Jana doet dat daar ook heel vlotjes. Goed zo! Maar ze verstaan elkaar wel. Jij loopt beter dan hem, dus hij moet die eraf krijgen. Dat voor rustig in zijn wiel zit. Mira van Dijk op een derde plaats bij de meisjes uit Kessel. Ja, en Ginder zie ik onze twee geelse atleten gaan. Nee, dat zijn atleten, dus die gaan ook hun laatste ronde in. En ze zijn weer haasje over aan het spelen. En natuurlijk, ze merken ook dat ze die eerste niet meer in zicht hadden. Dan gaan ze hier nu. Ik ga vragen hoeveel rondes dat hij nog moet doen. En dan spelen we eens naar weg, nee. Goeie man! Goeie mannen, kom aan ze! Oh, je bent goed, hè? Kijk, ik ben normaal. Ik kan een beetje misvallen maken in mijn broer. Ja, dat hoor. Ja. Niks broers. Sterk been. Al die atleten. Je moet het maar doen. Ja, ik weet het. 800 meter lopen, 7 kilometer mannen, maar je hebt nog 800 meter lopen. Ja, alles wel, hè? Uiteraard. De tijd is natuurlijk het mountainbiken, het belangrijkste. Zo en vermijden. Nog twee ronden en... De Kilian ligt ergens binnen de top 10 zegen. Ah ja, ja, ja. Doris Heijn, goed door, jongen. Goed gedaan, zeg. Kom aan, zeg. En hier is onze eerste wedstrijd en ik denk dat die binnen moet komen. Laatste ronde.
Kastijn uit de Brasschaat, knap gereden, heel sterk fietsnummer achter de rug. Waarschijnlijk van een fietsclub ergens. Wisselen die schoenen zoals de echte. Heeft er nog genoeg tijd voor, helm nog af. Mag natuurlijk kiezen om met de helm op te lopen. Oftewel op, oftewel af. Voilà. Sterk hoor, Stijn. 4 ronden lopen. Dat zijn al redelijke snelheden. Rondje in afgelegd. Nog 3 te gaan. En het zullen 3 ere ronden. En het is Thomas die eerst binnenkomt, maar op de hielen gezeten door Stijn Schoonvliet. Snel wisselen. Stijn kiest om zijn helm af te zetten. Dat loopt natuurlijk iets frisser. En 1 ronde afgelegd door Thomas de Straten, onze Belgisch kampioen duathlon. In zijn categorie, maar Stijn heeft het plezier. En volgens mij bijna uit in de zetruit, maar hier is hij dan, winnaar van deze laatste jeugdwedstrijd. Knap gereden, knap gelopen, winnaar Cas Stijn. En hier onze 2 aankrochtmannen.
Neil De Bie. Staan ze als koers, hè? De aankomst niet. Kom op, Stan. Laatste inspanning. Ja, het is toch. Ik heb parcours gisteren gedaan. Dat is niet van de poes. Een echt mountainbike parcours daar in de bossen weggelegd voor deze jongen. In zijn categorie duathlon die voor die tweede plaats tekent. Knap gelopen en gemotorbiked. En Stijn legt er zich bij neer, maar toch een hele mooie ereplaats op het podium. Stijn Schoonvliet. Dat Stijn, joh, goed hè. Wat is dat? Maar dat is nog even wachten. Zelf wel gecontroleerd, maar toch. Voor die atleten is het soms moeilijk. Die helm af. Samen met broer Rood aan de start. En hier is onze eerste meisje, Jana de Wolf. Sterk gefietst en lopen kan ze ook haar mannetje staan. Binnenkomst ondertussen op plaats 4. En dan moet ik de naam verschuldigd zijn, want die staat niet op de lijst. Op plaats 5 is het Neil De Bie. Knap gedaan ook van Leij Kilian. Die heeft heel het 4 ronden lopen. Kilian had lang alleen gereden daar. Ja, dan de wind wat tegen. Het is natuurlijk lastig, toch een mooie ereplaats. En Jana, die holt gewoon door. En ondertussen is onze tweede meisje, Noah Klaas. En ook ons derde meisje hier in de wisselzone, Vera van Dijk. Hop, die helpt niet af, richting 4. Ja, en Noah ziet ze daar lopen en ze loopt er wel naartoe, maar ze moet nog een rondje dubbelen, dus spannend worden. Dus ze moet erover en nog eens er naartoe, hè, dus. En ze is er al eenmaal over. En dat zit natuurlijk in de genen daar bij Noah. Mama en papa ook felle sporters. Maar het zal moeilijk worden. Ondertussen binnenkomsten hier knap gedaan. Ook van de tuurgevers. Dat is het mooie aan de duathlonsport. Lopen, mountainbiken en lopen. Er kan altijd wel een verschuiving plaatsvinden. En dat zien we vaak. Waar vaak die centrum als binnenkomst. Noah, nog één rondje te gaan. Maar het is Jana de Wolf die haar armen in de lucht mag steken en wint bij de meisjes. Straks wel. Uit Pol, heel goed nog gelopen. Maar het was Jana de Wolf die met het mountainbike. Richting podium, richting. Thank you.
Toen was er een Toen was er een Toen was er een Toen was er een Binnenkomst hier knap gedaan voor zo. Beide heren. En hier is onze laatste atleet. Ja, en die kan erop in lachen zijn. En zo hoort dat Just for Fun meedoen. En geworden Jacob Stiel. Dat is met de Jurk C. 12 en 13-jarige. Iemand van de Waalse wielerclub. Op plaats 2 hebben we daar Niels Victor. En winnaar bij de UFC, Demi Thiel. Handen op elkaar en voor onze atleten handen in de lucht. Ja, nog elkaar feliciteren. Die man, ik ken het al. Bij de meisjes Jurk B op een derde plaats Wout Essel van Dijk Vera. Op plaats 2 uit Mol onze Wapco-atlete Klaas Noah. En winnares van kop aan af aan de leiding genomen uit Olme, Jana de Wolf. Drie knappe dames op het podium bij de jeugd B. Handen op elkaar, dames en heren. Dank u wel. Jeugd aan het podium van de jongens jeugd B. Op een derde plaats onze Geelse atleet Shane Schoonvliet. Op plaats 2 onze Belgische kampioen tevens afkomstig van het Geelse triathlon-team Thomas Verstraeten. En winnaar in de categorie Jurk B, maar wat een ontplooiing tijdens dat fietsnummer, Cas Stijn. Prestatie. En dat zijn gasten die we zeker terugzien de volgende jaren.